We zitten nu in Denizli, in een zijdeweverij. En het komt uit Bursa, de zijde. Daar zitten de zijderupsen. Geen rupsen dood trappen, hè? Nee, dat doe ik niet. Maar je ziet heel, heel erg fijn die. Ja, het is een soort spinnenweb. Die rupsen die breien de zijde. Maar ik dacht dat je altijd dat ze dat droog deden zo. Ja, het wordt wel gedroogd, hè? Nee, het wordt in het water. Huh? Wordt het, kijk maar. Ja, en dan gaan de draadjes van. Ze voelen warm water. Ah, die bolletjes is allemaal zijdebolletjes. Ja, dat is. Ja, leuk, dat is het niet, hoor. Wat is een rus? Dat is een zijde. Dat is een rus. Maar we worden dus een designer gepost in Bursa. Waarom? De Bursa, de klimaat is goed voor moerbijbladen. Hoezo? Zijderus eet alleen moerbijbladen. Hoezo? Hier hebben wij best een foto van zo'n zie je dat? Dat is een rus. Dat is een moerbijblad. Zie je dat? Hoe kun je me zeiden? De zijdrups heeft 21 dagen met moerbijbladen bladen gevoerd. Daarna, zijdrups, spint één tak. Zie je dat? Dus die pasje, dat gaat zo spinnen. En spint hij druk ongeveer 2 weken. Binnen 2 weken kan een zijdrups ongeveer 1,5 kilometer. Zo kokon is ongeveer 1,5 kilometer lengte dan. Zo, maar heel dun. Het is 1,5 kilometer draad en dat kleine bolletje. Daarna, zijdrups. Zijdrups gaat naar buiten, we kunnen de kokon niet gebruiken. Weet je waarom? De kokon is kapot. Maar zijdrukweker weet precies, zijdrups gaan de signalen. Dat is de kokon en daarin de rups. Voor deze proces, zo kunnen ze zijdrups in een stoomkamer onder de temperatuur tot 90 graden. En dan zo gaan door. Zijdrups zitten erin. Leeft hij nog? Ah ja, daar hangt die. Daarom zijn de eerste 150 en laatste 150 meter streken wat wij van zijde kokon. De middelste gedeelte is puur zijde. Dat noemen we haspel zijde natuurlijk. De tweede kwaliteit de zijde, zoals u zegt bijvoorbeeld, zie je dat? Gebruiken we de tweede kwaliteit zijde in textiel en de parachute-industries. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, daarna van 25 of 30 kokon krijgen we zo'n 1 graden, zie je dat? Zeg maar ook graden hoor. Ja, dat kun je niet doen. Nou, dat is wel helemaal. Prachtig, ja. Het is ook zo lekker zacht om te dragen, zei je. Ja, het is warm. Ja, maar je mag niet roken, want het is echt brandbaar, geloof ik. Daar is een zo'n gaatje in hoor. Ah, dat wordt kijk. Ja, lekker rode wens met de voet. kijk, je zit de stand hiermee. En daar draait hij. Als de wiel eruit draait hij aan het grote wiel. Ja, dat is wel leuk. Hoe heet het beroep van die meneer? Want daar hebben de kloosters. Nee, hij is de zijdemeester. De zijdemeester, de meester. Zie je dat? Nee. En ik zou zo zijdrups laten zien. Oh, die hebt er nog eentje zitten, een tanden. Maar ze komen hier vandaan. Boeksa, daar zitten de zijdrups in mee te rijden. Okay. En dan gaan ze, hier zitten we nou. En hier staan die hier weer naar. Ja, om te onthouden hebben we er een filmpje van gemaakt. Dat is een rups. Oh ja. Leeft die? Nee, die is dood. Oh, die is dood. Dat is jammer, kun je hem opmaken. Uit de kokon, hè? Die komt uit, dat is de gekookte rups. Ze zijn lekker ook bij de vrienden. Zie je dat? Die van mannen laten, dat is een rups. Zie je? Ja. De mannen eten de zijdrups, weet je waarom?
betere potentie. Ja, ben je het te proberen? Ja, ik lust ze wel, hoor. Ja. Wat is uw vrouw? Die heb ik thuis gelaten, maar als ik terugkom heb ik veel voor haar. Okay. Een beetje zoutig. Als ze willen, ik zal regelen. Dat ja. Hoor je niet vaak, denk ik. Sorry? Dit antwoord hoor je niet vaak. Een beetje maar als je straks naar de BG moet, weet je wat ik toch wil. Dan moet ik even heerlijk met mijn eigen gaan even spelen. Is die lekker? Met de boel? Nee.